Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video van mijn F1 2020 carrière. En we zijn vandaag aangekomen bij de GP van Spanje in Catalonia. En we hebben nu net alle practice programs gerund, overal perfecte score gehad. Dat is top. Ik schrok toch wel naar de eerste vrije training, stond ik gewoon stijf onderaan. Terwijl ik voor mijn gevoel best wel lekker rondjes had gereden. Zelfs Latifi stond voor me. Begreep ik helemaal niks van. Wellicht dat hij halverwege de eerste vrije training op een softband heeft gereden. Niet kunnen zien in ieder geval. De tweede vrije training ging al wat beter. Eindigden we op een 12e plek. Hadden we wel onze qualifying pace al gereden. Dus dat geeft een beetje een vertekend beeld. Maar ik maak me best wel zorgen. Want ik ben vol die auto aan het ontwikkelen. Zoals je weet, aero en chassis, die moeten echt flink verbeterd worden. Elke race halen we maximaal aantal resource points wat betreft de vrije trainingen en de trainingsprogramma's die we runnen. Alleen de ontwikkeling van de auto kent heel veel tegenslagen. Bijna elke upgrade die ik maak, die mislukt in eerste instantie. Waardoor alles bijna twee keer zo lang duurt, maar ook veel duurder kost. En ten tweede, ondanks dat we volle resource points halen, ik geef alles wat ik heb. Er is niet meer dat ik kan doen, laat ik het zo zeggen. Blijft de ontwikkeling van onze auto achter ten opzichte van iedereen van de grid. Dat voelt vrij oneerlijk om heel eerlijk te zijn. Wat kan ik als gamer, als speler nog meer doen? Niks. Helemaal niks. Zelfs Haas ontwikkelt sneller dan ons. En Haas is onze directe concurrent. Ja, dat is gewoon een probleem. En ik vind het niet cool. Ik baal er een beetje van. Het voelt een beetje oneerlijk. Het voelt een beetje als cheating. Maar oké, we will overcome. We zijn nu dus bij de GP van Catalonia aangekomen. Practice programs gerund dus. En we gaan beginnen aan de one-shot qualifying. Kijken jullie mee? Daar zijn we dan. Het is zonnig weer in Spanje. Dat blijft het ook het hele weekend. Alleen tijdens de race zal het iets bewolkt zijn. Geen regen. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Want dat was een puinhoop op Zandvoort. Ik weet niet of je het hebt gezien. Zo niet, check dan heel even die video. Dat was echt niet te doen. Je zag gewoon niks. Je zag alleen maar spray, spray, spray. En Lewis Hamilton reed voor ons. En die viel uit. Die event gearbox is nog steeds pending. Ik weet niet waarom. We hoeven na deze race, als het goed is, geen penalty meer te pakken wat dat betreft. Maar de wear is 91%. Je weet wat er nu gaat gebeuren tijdens deze race. Ga ik gewoon weer problemen krijgen met mijn gearbox. En dat is balen. Dat is echt balen. Want dat gaat je gewoon kostbare tijd kosten. Dat gaat je posities kosten op de grid. Helaas, het is maar zo. We zullen ermee moeten dealen. Het zijn de grillen van een team als Williams. Ah ja, laten we beginnen aan de kwalificatie. Maar je ziet al hoe snel ze wegrijden. Dat is echt insane. Daar kan ik gewoon niet mee concurreren. Echt totaal niet. Ik kreeg al wel van tevoren te horen dus dat we een gridstraf krijgen. Maakt eigenlijk ook niet meer uit op welke plek we nu eindigen. Als ik... Oh, die was heel slecht. Wauw. Ik weet niet wat er is op dit circuit. Ik zag wel, in de derde sector had ik het wel even goed verkloot. Maar niet heel insane naar mijn mening. En dan een 19e plek. Oei, 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 oei. En wat gaan we tijdens deze race zien?
Let's review our top three today. Bottas, Hamilton and Max Verstappen. Plek 5 posities grid penalty. Make sure to join us again for lights out. Starten dus achteraan. 1.19. Ja, maar wauw. Ah. Hoeveel langzamer was Latifi? Drukken. Laat de tijd zien. Ah, scheelt toch wel bijna een seconde 18e. Nou, die gaan we pakken tijdens de race. Qualifying position, moet ik dat boven... Oh nee, sorry. Ik dacht heel even dat dat Latifi was. Oké. Maak je op voor een zware middag. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? 26 graden. Het zou bewolkt zijn, maar ook dat valt tegen. The Circuit de Barcelona Catalunya then, a high-speed 2.89 mile circuit which demands an efficient. Ik vind het wel een heel vet circuit om op te rijden trouwens. Tijdens onze GT Sport League is het misschien wel een van de favorieten na Spa-Francorchamps uiteraard. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness, Gallagher achter de camera. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just ik moet echt naar een ander team, man. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. Ik weet dat het doel was om Williams terug naar de top te brengen, maar in deze tijden, dit soort tijden, is het wel heel erg lastig om een beetje moed te houden. De zwarte overalls, de zwarte auto zit nu ook in de game. Die is van de week met een update gekomen. Goed om te zien dat ze de racing overalls ook hebben aangepast. Ricardo, Perez. Ik wil zo graag naar McLaren. Ik wil zo graag naar McLaren. Kimi Räikkönen en Kvyat, Gasly, Giovinazzi, Kevin Magnussen en Roman Grosjean, Latifi en de Williams rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Latifi 17e. Illegal maneuver, seat that position or will receive a penalty. Capitalize on that first lap. Okay, alle bal gaan uit, jongens, want ik heb een enorme fout gemaakt. Ik heb veel te veel downforce op mijn Okay, we lost the position. Try to keep focus. Ik heb veel te veel downforce op mijn auto. Dus bij de eerstvolgende pitstop gaan we ook de voorvleugel aanpassen.
Daarom verlies ik zoveel op het rechtstuk. Op dit punt kan ik niks anders dan gewoon flinke scheid hebben. En alles en iedereen. Ja. Ronde 6 gaan we naar binnen. Voor de medium band. Kijk, ja, nu gaat er weer eentje mee inhalen natuurlijk. Trek je die hele batterij leeg. Nee, dit is niet te doen. Okay, there's a fair amount of wear to the engine now. Just be aware, we're keeping an eye on it. Ja, bij die motor ben ik nu aan het afbeuken, jongen. Alles wat we hebben. We moeten, kosten wat het kost, in het kielzog blijven van onze grote vriend Norris. Zodat ik misschien nog een DRS kan pakken, ja zeker. De fuel mix. Channeling mijn inner Max Verstappen. Maar ben bang dat ik al die posities ga teruggeven wanneer ik een pitstop maak. Ja, dit gaat me positie of twee kosten straks. Daar komt de volgende alweer. De stoeien met die Williams, jongen, niet normaal. Oké, we hebben DRS. Dat heeft zeker geholpen. Met de Magnussen moeten we echt op een hele agressieve wijze weer in zien te halen. Anders zijn we gezien.
Oké, DRS. We're boxing this lap. Ach, kom op man. Hoe kan dat nou? Volle batterij, DRS. Oké, ja, niet bepaald volle batterij, maar... Nou wel, batterij ingezet. Ik heb geen nieuw team nodig. Weer DRS. Oké, we moeten de pits aan duiken zo. Minder downforce op mijn voorvleugel zetten. Ja, ik krijg sowieso een nieuwe, maar die moet dus minder downforce hebben. Ja, dat is kansloos natuurlijk. Ja, dat krijgen we wanneer je echt tot het gaatje moet gaan. Dan ga je dingen proberen en grenzen opzoeken. Gaat mijn rivaal. Ik ben benieuwd hoeveel tijd me dit gaat kosten. Oké, lager downforce. Repair wing damage. Hell yeah. Schiet ze op met die vleugel, joh. Let's go. Exit now. Okay, stay clear of the white line on the exit. Hamilton staat nog in de pit. Penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Hier wil je echt geen curb pakken als je net met frisse bandjes. De pits uitkom, je vliegt er meteen af namelijk. Trust me, I know. Ja, ik rijd ook op een plek waar ik echt totaal niet kon staan ook. Hamilton 3,5 seconden achter ons.
Maar dat maakt hij nog wel goed. Daar maak ik me geen illusies over. Je mist er gewoon zoveel topspeed. I know, Jeff. Vraag me alleen af hoe Lewis Hamilton in dat ongeluk terecht kwam. Die reed toch ergens vooraan gewoon? I know. Het insturen gaat nu wel wat lastiger. Ik heb minder downforce op mijn voorvleugel dus. De eerste beste rechtstuk. Zal hem er mij voorbij gaan, dat is na deze. Maar zo makkelijk geven we ons niet gewonnen. Gewoon de binnenkant. Komt hij nu voorbij. Maar. We moeten nog hopen dat hij een fout maakt. Kijk, zo lang onze. En je rest niet hoeven te gebruiken om hem achter ons te houden, kunnen we die we inzetten op het rechtstuk. Als ik de bocht niet zo verrot neem, dat is wel een voorwaarde. Ik heb breed uit laten lopen. Oh, zet hem gewoon hier naast je. Wat een mafklapper. Ja, nu gaat hij ons wel voorbij hoor. We're trailing our teammate by 21.8 seconds. Nou, weer de binnenkant. Maar nu heb ik de binnenkant. Kijk, het zijn wel leuke battles met Hamilton. Maar je weet, dit gaat of eindigen in tranen.
of ik ga hem verliezen. Er is echt geen versie van dit. Waarbij ik als overwinnaar uit de bus kom. Die Jeff, jongen. Geen ruimte geven aan de binnenkant. Want dan ben ik gezien. Leuk kat en muisspel. Tussen mij en Hamilton. Hij zal hem dus ook hier gewoon ertussen proberen te zetten als hij de kans krijgt. Dat deed hij vorige ronde dus. Ik kom straks ook nog zonder fuel te staan. Leuk geprobeerd, Koos. Leuk geprobeerd. Oké, nu moeten we de strijd staken. The turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. We gaan hem toch gewoon proberen hier met een DRS te pakken. No way. Gaan we gewoon niet bijhouden hier. DRS. Nope. Lewis Hamilton moet ook wel schade hebben, anders was hij... Anders was hij ook wel veel verder geweest. En no shit dat hij... Dat hij schade moet hebben. Ik heb hem drie keer keihard gebouwd of zo. Lewis Hamilton heeft ook wel redelijk veel pech, hè? Vorige race uitgevallen. Nu ook weer strak achteraan, niet in de punten in elk geval. Dat zijn dure punten voor het kampioenschap. Ja, we zetten hem zo op lean.
No worries. Ik vind het leuk om nu nog even met Lewis te racen, Jeff. Maar er klopt er gewoon niks van mijn afstelling vandaag. Dat ligt volledig aan mij. Ik had een belletje moeten gaan rinkelen toen ik zo laag stond in de vrije trainingen, maar... Fuel is at target minus one. Let's turn the engine down, please. Ja, laatste ronde. Zonde, man, want ik hou van dit circuit. Ik vind het echt een leuk circuit om op te rijden, man. Oeh. Ik zet hem op lean. Bottas weer de winnaar. Terwijl Max Verstappen toch pole had, dacht ik. Ja, nou, ik heb de fuel mix ook al op lean staan, dus. Ja, dat was treurig, jongens. Maar wat krijg je wanneer je gefrustreerd bent met zo'n auto? Dan ga je gekke dingen proberen. Die je helemaal niet moet doen, weet je wel. We gaan straks nog zonder benzine komen te staan, hè? Ik dacht dat die sneller op zou lopen namelijk. Ja, benzine is op. Maar niemand die mij kan inhalen, dus ja, who cares. Was hem dan. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. 19e. Driver of the day, Magnussen. Deze driver of the day? Dat moet wel gebeurd zijn. Ik snap daar nooit wat van. Echt nooit. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Dramatisch. Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment. Wat is er met Hamilton gebeurd, joh, daar? Vorige race ook al. Really is a team sport. Heel vreemd. Dat lijkt niet eens op Magnussen. Wat is dat nou weer, joh? After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. Twee Ferraris in de Mercedes. Ferrari is nog steeds niet geüpdate in deze game, jongens. Zou er hier meer aan de hand zijn? Ja, gewoon met de staart tussen de benen weer terug naar Engeland. Terug naar de tekentafel. Ja, dit was dramatisch. Dit was dramatisch. Oh. Dramatisch en het doet pijn. Let's have a quick look at how the driver standings have changed. Kijk, hoe waren mijn rondetijden, mijn snelste rondetijd in ieder geval. 1:21.5. Anthony Davidson, who do you pick? Ja. I certainly didn't have any complaints. Gasly was langzamer. Let's move on to the. Zat gewoon niks in. Er moet wel voorin een ongeluk zijn gebeurd, want Max Verstappen staat 14e en Hamilton dus 18e. Dus die moeten elkaar geraakt hebben. Dat had niks met ons ongeluk te maken, maar was kennelijk op hetzelfde stuk. Wel mooi om te zien. Ah ja. Jongens, dit was hem weer. En zoals je ziet, er is werk aan de winkel. Die auto moet echt veel sneller geüpdate worden. Want op deze manier leggen we het gewoon keihard af ten opzichte van de rest. De upgrades die mislukken keer op keer. Onze ontwikkeling loopt achter op zelfs de achterliggers. Dus Haas, Alfa Tauri. We komen er niet eens bij in de buurt. Sterker nog, ze lopen verder van ons weg.
En dat is niet goed, dat is pijnlijk. En ik weet niet wat ik kan doen om mijn tijd te keren, behalve beter racen. Want daar ligt ook zeker wat verbetering in. Maar qua ontwikkeling van de auto, weet je, als ik alle resource points pak, de maximale resource points pak tijdens een raceweekend. Ja, wat wil je dan nog meer? Weet je, ik kan niks meer. Het is een beetje vervelend, een beetje irritant. Maar we zullen sterker terugkomen. En ja, tot de volgende keer. En hopelijk weten we dan wel een puntje te pakken. Maar ik denk dat we daar op dit moment nog niet eens over durven hoeven te dromen. Dus laten we even dicht bij onszelf blijven. Even met het team dicht bij elkaar komen. En dat er wat harde woorden gaan vallen. Jongens, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Het was weer fantastisch. Dankjewel daarvoor. En we checken elkaar bij de volgende race. Of let's play, wat jij wil. Later!